Ja, Erwin, wat voor bedrijf zijn jullie? Wat voor restaurant zijn jullie? Nou, restaurant de Taverne de Visser is restaurant, eetcafé. Met ongeveer 150 zitplaatsen normaal. Daar gaan we natuurlijk een klein beetje op inleveren en op aanpassen. Maar dat zien we eigenlijk wel heel positief tegemoet. Taverne de Visser werken ongeveer een mannetje of 30 toch nog wel. En daar gaan we kijken hoe we dat gaan invullen. Misschien met wisseldiensten. We hebben verschillende plannen klaar liggen. Dat we zoveel mogelijk mensen kunnen ontvangen. Want jullie merken de coronacrisis natuurlijk behoorlijk, neem ik aan. Ja, ja. Zijn jullie dicht of zijn jullie open? Nou, eigenlijk vorige week hebben we... Je merkt eigenlijk dat de werknemers, onze collega's, het gaat kriebelen. Ze willen toch graag iets gaan doen. We missen elkaar. En toen hebben we toch met z'n allen besloten van... Nou, we gaan toch kijken voor de afhaal. We gaan gewoon open. En we zien eigenlijk wel wat op ons pad komt. En eigenlijk tot nu toe is dat hartstikke leuk gegaan. Dus nu zijn we op donderdag tot met zondag doen we afhaal. En je ziet gewoon dat er toch vraag is. En ook om je collega's weer te zien. Dat is gewoon nodig. Ja. Hebben jullie speciaal iets ondernomen om die coronacrisis te bedingen? Je zegt net al, we hebben zoveel zitplaatsen, maar dat wordt minder. Hoe gaan jullie de coronacrisis te lijf? Nou, we hebben verschillende plannen voor aanpak. Het is natuurlijk even wachten wat meneer Rutte gaat vertellen. Aan de hand daarvan gaan we in ieder geval die anderhalve meter toepassen op onze, op de tafels, op het terras. Maar we gaan het wel gewoon gezellig maken en we gaan gewoon schouders eronder. En gewoon een leuk gezellig terras van maken. Ja. Hebben jullie voldoende reserves om het uit te zingen? Ja, we hebben eigenlijk... het is gewoon jammer. Je hebt vorig jaar gewoon een heel mooi seizoen gehad. En dat wordt nu opgesnoept. En dat is gewoon heel erg zonde. Stond hartstikke leuke verbouwing op de planning. Nou, die moeten we gewoon heel even uitstellen. Maar het gaat zeker goed komen. Ja, hebben jullie een beroep gedaan op overheidssteun? Ja. Ook de NOW-regeling hebben we toegepast. Ja. We hebben ook verschillende nulurencontracten die toch in de winter een paar uurtjes hebben geholpen. Hebben we toch ook een kleine vergoeding gegeven. En zo gaan we nu samen de afhaal doen. Ja, want hebben jullie medewerkers moeten ontslaan? Nee, gelukkig niet. Ja. Nee, dat lijkt me echt verschrikkelijk om dat in deze tijd te moeten doen. En ik verwacht eigenlijk straks, als het allemaal weer een beetje normaal op de rit gaat komen, dat je hebt iedereen straks gewoon weer nodig. Ja, zijn er mensen die niet willen komen omdat ze in de risicogroep horen of dat ze bang zijn om besmet te raken? Nee, gelukkig niet. Ja. Nee. En we zullen er ook alles aan doen om toch de veiligheid van onze medewerkers te waarborgen. En zoveel mogelijk die anderhalf meter toe te passen. Ja, wat gaat er voor jullie structureel iets veranderen? Heb je daar een idee van? Als de crisis voorbij is? Nou ja, we zijn natuurlijk, markt is vooral toeristisch. Dat gaat wegvallen. Dus we gaan ons richten op de Nederlandse toerist, de Nederlandse markt. En daar hebben we wel heel veel leuke ideeën over. Ik wil toch een beetje het vakantiegevoel naar Marken trekken. Dus als je hier op het terras zit met een mooi cocktailtje en je kijkt zo over het water, over de haven. Ja, dat is natuurlijk ook gewoon vakantie. En dat gaan we gewoon proberen neer te zetten. Ja, zijn er mensen die andere dingen eten, Nederlanders, in vergelijking? Ga je het assortiment aanpassen? Ja, er zijn gewoon wel bepaalde gerechtjes die we gewoon gaan aanpassen, inderdaad. Ik wil toch heel graag de high beer en de high wine gaan introduceren met allemaal leuke verschillende hapjes. Dat mensen toch een beetje wat relaxter kunnen genieten van het moment. Ja, en hebben jullie nog een gouden tip voor andere ondernemers? Nou ja, ik denk zelf gewoon... Schouders eronder. Het heeft geen zin om te klagen. Het is zoals het is. En hoe zwaar en hoe moeilijk het ook is. Maar kijk, we proberen ook de positieve kant van aan te zien. Er komen gewoon nieuwe uitdagingen, andere manieren van werken. Misschien toch wat meer waardering voor de omgeving en voor je bedrijf. Dus ja, dat gaan we doen. Nou, dankjewel en heel veel succes deze zomer. Dankjewel.